Ik zit hier inmiddels anderhalve week en het komt er eigenlijk op neer dat ik nooit meer naar huis wil. Het is hier zo mooi, het is zo'n mooie stad en het is echt een droom die uitkomt om de Olympische Spelen hier mee te mogen maken. Het is op dit moment heel slecht weer hier, maar de sfeer zit er niet minder goed in. Want wielrenster Anna van der Breggen heeft Nederland zojuist de allereerste medaille bezorgd. En ook nog eens een gouden. Ik stond hierboven op het balkonnetje. En hier beneden ging Nederland helemaal uit het dak. Het is echt... Ja, dat was zo leuk. Het was echt gewoon een onwijs kippenvel moment. Barst het hier eigenlijk gewoon elke dag van de Nederlandse en buitenlandse sportfans. Zoals je ziet, ja, veel mensen dragen oranje en dat is toch wel echt heel erg leuk. Overal in de stad worden we ook al een beetje herkend als de Dutchies, Team NL op onze fietsjes. En wat ook wel heel leuk was, was om Anna van der Breggen dus net over de Copacabana als eerste over de finish te zien gaan. En je kon eigenlijk bijna gewoon ons hotel zien. De route die zij fietsen, dat fietsen wij eigenlijk ook elke dag. Ja, dat was gewoon echt te gek. Ook nog wel leuk. Minister-president Rutte is hier een paar dagen geleden geweest. Ja, en ook dat was wel heel bijzonder, want hoe vaak gebeurt het dat je op een metertje afstand van hem staat? Hij heeft hier een rondleiding gehad en ja, dat was gewoon heel gaaf. Ik ga weer terug aan het werk, want mijn collega's wachten volgens mij op me. Als er gehuldigd gaat worden, dan zorg ik natuurlijk dat jullie daarvan mee kunnen genieten en dat die beelden heel snel naar Nederland komen. Ik ben zelf ook heel benieuwd hoe dat allemaal gaat verlopen. Maar daarvan hou ik jullie op de hoogte in mijn vierde vlog. Tot later, doei doei!